En dan hebben we nog meer leuke tips voor de vulling van je vrije tijd. Want het is woensdag en dan schuift filmkenner Luud Smits altijd aan. Luud, welke film gaan we vandaag bespreken? I Give It A Year. We geven het een jaar. In dit geval een vriendengroep die twee mensen bij elkaar ziet komen waarvan ze denken, ja, die passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Binnen een jaar zijn die weer single. Maar het loopt toch een beetje anders in een nieuwe Britse comedy. Een impressie. I need to remember the rings. Did that. And I need to have sex with a bridesmaid. First red. Lazy, stupid, disappointment. Digital photo frame. We've got a camera on us, we'll have to try it out. So that's Morocco, that's the hotel, and that's... Oh, that's doggy style. That was 9 months ago, and it's just something in our marriage that hasn't quite... gelled. Chloe's lovely, I don't know how you let her slip away. No, she's too nice, she's too perfect. Chloe, right? Yeah. Oh, it's just your type, really. You're my type. I don't really go for good looking. Ik vind het leuk. Ik vind het wel leuk. Hou je van Britse humor? Ja, nou, dit vind ik wel leuk, ja. Kijk, dit is echt zo'n film van de producers van Love Actually, Notting Hill, Bridget Jones. Je moet het gewoon even kijken. Lekker. Echt zo'n lekkere, typische Britse comedy. Het is niet eens zozeer een romantische comedy, misschien meer een anti-romantische comedy. Omdat deze film vooral laat zien wat er allemaal mis kan gaan in een relatie. En het is niet zo zoetsappig. En ook geen Hugh Grant die de hoofdrol speelt. Normaal zou je die wel verwachten in dit soort films. Zitten er bekende acteurs in dit? Minnie Driver zit erin. Simon Baker zit erin, die wij vooral kennen van de serie The Mentalist. Oh ja, ja. En, maar goed, het is op zich wel leuk dat je weer eens een keer wat nieuwe, frisse gezichten ziet in deze film. Anna Faris zie je wel. Die is dan wel bekend van de hele andere soort humor van de scary movies, zeg maar. En dit is wel een film. Anderhalf uur is het eigenlijk gewoon verstand op nul. Lekker pretentieloos amusement, maar wel heel goed gemaakt. Oké. Okay. Dus, ja. Okay, als we dit dan mogen vergelijken, wat je zegt, Notting Hill... Love Actually. Kijk, dit is wel wat harder, wat cynischer. Het is van de schrijver van Borat. Nou ja. Dat is wel vrij zoetsappig allemaal, inderdaad. Ja, maar kijk, Borat was natuurlijk niet echt zoetsappig. Nee, die was keihard, hè. Dus Sacha Baron Cohen. En ja, dat zie je ook wel in deze film, dat de humor wat harder is. Waardoor vorige week op Valentijnsdag is de film in een voorpremière gegaan. Yeah. En toen zag je ook wel in de zaal af en toe de mensen van... Oh, dit gaat wel net wat verder dan we gewend zijn van een romantische comedy. Maar daardoor vond ik het wel weer leuk. Want er wordt vaak gezegd van, nou dames, regel dat je mannen samen iets gaan doen. Dan kun je samen met je vriendinnen naar de bioscoop toe. Mm-hmm. Maar dit is een film waar je ook gerust je vriend of je man mee kan nemen. Even een cijfer. Goed gemaakt, pretentieloos zei ik al, maar gewoon een 8. Oké. Okay. Hey, ja. En dan komende zondag de Oscar-uitreiking. Ja. Gaat er nog iets speciaals gebeuren? Nou, sowieso is het wel heel leuk dat ze dit jaar aandacht gaan besteden aan 50 jaar James Bond. Dus er wordt stiekem verwacht dat alle acteurs die ooit James Bond hebben gespeeld, dat die naast elkaar op het podium komen te staan. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, hoor. Want nee? Sean Connery die is eigenlijk teruggetreden uit de publiciteit, dus ik denk niet dat hij het doet. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk van wie gaat beste film winnen. En ik denk dat op dit moment de film Argo de beste kans maakt. Ja, die krijgt de meeste prijzen ervoor. Ik denk het wel, want die heeft ook de BAFTA's al gewonnen in Engeland. En eigenlijk alle grote prijzen al gehaald. Ja. Maar ja, beste regisseur wordt dan weer lastig. Want Ben Affleck, de regisseur van Argo, is in die categorie niet genomineerd. Dus dat is een beetje raar, want bij de Oscars is het meestal zo dat regisseur en film dezelfde film zijn. Dus ja, het is gewoon ook best spannend. Okay. Maar ik ga kijken, 3 uur 's nachts. Dankjewel, ja. Luud. Wij horen het volgende week weer van jou.